Goedemorgen. Nou, we kunnen weer. Het is nog 25 kilometer, dus op naar de volgende. Even vragen waar ik moet staan. Dan gaan we even rond, zet ik even daar neer. We lossen hier dus gewoon langs de straat. En de hoogwerker die we nu gaan lossen weegt 3700 kilo. Nou, ondertussen heb ik alweer 2 uurtjes gereden. Ik ben nu bijna in Minerbio, ligt vlakbij Bologna. En daar ga ik een paar pelletjes met rolletjes papier lossen. En dan ben ik leeg en dan zou het wel eens horen waar we terug mogen laden.
Green en de Nero. Le Verde en Nero bij mij. Hey, de Verde. Ik ben leeg en net even de planning gebeld. En ik moet 3 adresjes terugladen. En de eerste is bij Rovigo. Dan gaan we weer richting Treviso. En dan ga ik weer richting Udine. Dus dan kan ik weer mooi via de Toweren autobaan terug. Dus dat is helemaal goud. Nou mensen, het schiet niet op. Ik was om 1:15 hier en het is nu 3:30 en ik sta nog steeds te wachten. Dus ja, ik doe niks anders dan een beetje in de zon zitten en een kopje thee gezet, of hoe wij thuis zeggen, een kopje takken thee. Dat is gewoon munthee. Hey, moet wat? Dus ja, het schiet niet op. Het volgende is het geval. Het is nu 4:15 en ik ben nog steeds leeg. Dus ja, dat is een beetje jammer. Ik word vandaag ook niet meer geladen. Dus ik heb mijn auto verplaatst, een klein beetje in de schaduw, want het is nog 37 graden. En staat hij toch een beetje onder de bomen. Staat hij in ieder geval niet vol in de zon. Maar ja, het volgende is het geval. Ja, de betaling schijnt niet binnen te zijn. Bij de of ja, hoe zeg ik dat? Hier bij het bedrijf van de Nederlandse opdrachtgever zegt wel dat ze betaald hebben. Maar goed, ja, dus dat is een heel gedoe. Ik sta daar natuurlijk buiten. Ik ja, ben wel chauffeur en wij zijn maar transporteur, dus daar hebben wij ook niks mee te maken. Maar goed, dus ja, morgen. Nieuwe kans. Dat schiet niet op. Maar ja, goed, vooruit. Maar ja, ik sta hier ook in the middle of nowhere. Ook geen restaurant in de buurt, helemaal niks. Dus ik ga zo de barbecue maar van stal halen. Het is niet anders. En dan eens even kijken ja, wat voor noodrantsoen ik nog heb. Ja, dat heb ik wel. Dus dat komt op zich goed. Maar ik moet even kijken wat ik allemaal nog precies heb. Nou, dames en heren, welkom op de camping.
Veelal heel pittoresk op een industrieterrein, maar goed. Maar zoals jullie zien, de barbecue brandt al, dus het komt goed. Nou, we hebben in ieder geval nog voorraad, volverpakte hamburgers en volverpakte worsties. Best, kom helemaal goed. De liefhebbers van koken met trucjes worden ook weer met op de wenken bediend. Dus ja, top. Het gaat hartstikke goed. Oh, daar rook een beetje in. Dus lekker hoor. Ook even een saladetje gemaakt. Groente heb ik altijd bij me, dus dat komt helemaal goed. Nou, alles is opgeruimd, eten is opgeruimd, afgewassen. Ja, nu we toch een soort aan het kamperen zijn, ja, ik wil ook eigenlijk douchen. Dus ik heb mijn douchezak maar weer eens tevoorschijn gehaald. Want ja, het is nog steeds 30 graden. En ja, ik vind het toch wel prettig om even op te frissen, zeg maar. Maar goed, ik heb jullie dat al eerder laten zien in een andere video hoe dat werkt. Dus ik ga even achterin de oplegger douchen. Doucht. En nou, hier zien jullie het douchewater. Dat loopt er vanzelf uit. En morgenochtend is het weer droog. Dus ja, het is een beetje primitief. Maar het werkt. En ik vind het toch wel prettig dat je gewoon lekker schoon en fris naar je bed kan. Dus nou ja, ik ga nog even een filmpje kijken en dan ga ik lekker slapen. Morgen. Nou, het is ondertussen 9 uur. En ik sta er nog steeds en ik sta nog steeds te wachten. Alleen, jawel, er is goed nieuws. Die man is net bij me geweest. De betaling is rond. Dus hij kwam een vrachtbrief halen. Dus ik word geladen. Maar ja, ze zeiden niet bij hoe lang het nog ging duren. Maar goed. Gisteravond trouwens ook nog wat leuks meegemaakt. Ik zit gisteravond nog tv te kijken. En op een gegeven moment stopt er een auto. En ik denk, oh nee toch. Ja, ik weet niet hoe ik dit fatsoenlijk moet zeggen altijd. Maar ja, er willen nog wel eens van die auto's stoppen. Die denken dan, met mannen erin zeg maar, die denken dat je van alles wil. Zeg maar, die maken dan allerlei rare gebaren en zo. Dus ik doe de deur al op slot en... Maar goed, op een gegeven moment er stapt iemand uit en die stapt aan mijn deur. En die zegt in één keer, ciao Sebastian. En dat bleek dus een truckspotter te zijn. En die was samen met zijn vader. En die had via Instagram had hij uitgezocht, ik had daar wat op gepost. En die had uitgezocht waar ik stond. En die waren hier in de omgeving rondjes gaan rijden waar dat precies was. En ja, toen kwam die. Dus hij wou foto's maken en ik kreeg sleutelhangers. Het was echt ja, super leuk, was super gezellig. Dus uiteindelijk had ik wel een hele leuke avond eigenlijk. Het gaat gebeuren. Het is 9:30 en ik ga laden. Dus ja, ik wil niet zeggen dat het helemaal meevalt, maar voor vandaag valt het mij mee. Nee, je moet natuurlijk een helmpje op, ik weet niet waarom, maar goed, het zal wel. Dus nou, ik hoop dat het nu vlot gaat. Okay, spazio.
is 10:45. En ik heb mijn papieren. Dus ik kan eindelijk weg. Lekker gelopen. Om zo te zeggen, vanaf gistermiddag 1:15. Hier kon ik even niks laten zien. Het ging even super snel. Dus ik dacht eigenlijk dat ik in de pauze zou komen, maar niet. Dus het was hup, pellets erin en weg. Dus vandaar. Dus we gaan nu naar de laatste. En het schijnt dat er daar iemand voor terug moet komen of zo. Want die zijn op vakantie. Dus ja, nou ja, we gaan het wel zien.
over 300 meter, sla rechtsaf. Sla rechtsaf en sla rechtsaf. Sla rechtsaf en je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Of er al iemand is. Ik zag wel een auto staan. Maar ja, ik reed hier naartoe en ik denk in één keer, volgens mij ben ik hier ooit al eens een keer geweest. En dat klopt. Ik draaide hier het erf op en toen dacht ik, oh ja, dat is een paar jaar geleden dat ik hier ben geweest. Dus we gaan eens even die man zoeken. Nou, de deur staat open, maar ik hoor, die man die hoort me niet. Ik had een paar keer geroepen. Ik ga wel even toeteren denk ik ofzo. Het is trouwens wel mooi hier, jongens. Het is echt prachtig. Misschien dat dat werkt. Kijk of hij dat hoort. Geen beweging. Nou jongens, het zit erin. Ja, ik kon even niet filmen ook weer, sorry. Maar ja, die man was alleen. Dus ik moest even helpen. Dus ja, dan kon ik niet overal de camera neerzetten en weet ik veel. Maar goed, dus ja, nu ga ik weer aan de terugreis beginnen. Ik sluit trouwens ook gelijk de vlog af hier. Ja, ik ga via de Tauwer autobaan weer terug. Zo over 4 dagen Salzburg, München. Dus ja, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En tot de volgende keer. Hoi hoi!